Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, heeft afgelopen donderdag de nieuwe Raad van Toezicht bij de Stichting Productieve Werkeenheden, SPWE, geïnstalleerd. Naomi Isaias, Freeperson, onderdirecteur arbeidsmarkt, zit de nieuwe raad voor. De SPWE is een werkarm van het ministerie voor wat betreft stimulering van het micro-ondernemerschap middels gerichte training en begeleiding. De raad moet toezien dat de directie van de SPWE uitvoering geeft aan het beleid volgens de taakstellingen en statuten van de stichting. De Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking, onder leiding van Renate Wartes, is door minister Stephen McAndrew van AWJ op 22 juni ontvangen voor een onderhoud. Het doel van deze ontmoeting was om te praten over het meer zichtbaar maken van de Alliantie voor de doelgroep. De bewindspan wil de Alliantie blijven ondersteunen bij het vinden van werkplekken of het aanreiken van mogelijkheden tot micro-ondernemerschap voor de doelgroep. McAndrew is blij dat meerdere organisaties zich willen toeleggen op verbetering van het welzijn van de groep van personen met een beperking. Suriname wordt gastheer voor de 54e algemene vergadering van de OAS, welke in juni 2024 zal plaatsvinden. Het aanbod om de 54e meeting te organiseren werd namens president Chandrika Persat gedaan op de 53e OAS-vergadering in Washington DC, USA, welke werd gehouden van 21 tot en met 23 juni.